Goedemiddag. Zo, mijn stem, mensen. Ik hoop dat het morgen beter is. Mijn stem is een beetje weg. Dat is niet handig, weet je, als je morgen 12 uur moet gaan zitten praten. Dus, dat is steeds verkouden een beetje, mensen. Maar ik voel me dat is geen beter, hoor. Dus, niks aan de hand, niks aan de hand. We zijn strijdbaar. We hebben er zin in. Een beetje zenuwachtig. Maar het gaat goed komen, mensen. Het gaat goed komen. Maar, ik wil het eens even hebben over, over mijn post met meneer Crispijn. Dus ik ga het even wachten tot wat mensen binnen zijn. Nou, jullie kennen het principe ondertussen. Ik lul ook maar wat. Weet je. Neem vooral niet aan wat ik te zeggen heb, mensen. Weet je. Vooral lekker je eigen dingen. Waar je zelf gelooft. Doe je eigen onderzoek, mensen. Weet je, loop achter iedereen aan, achter wie je aan wil hobbelen. Voor mij maakt het niet uit. Maar ik heb gewoon een boodschap. Voor de mensen die zeggen dat ik maar eens een keer moet stoppen. Dat ik maar eens een keer moet ophouden, mensen. Want ik ga helemaal niet ophouden natuurlijk, hè. Snappen ze toch zelf ook wel, weet je. En ik weet het, het is een akelige post weer. Ik ben gewoon af en toe een akelig mannetje. Dat is gewoon zo. Ja. Ik loop gewoon een beetje om wat reacties uit te lokken, hè. Zet ik gewoon even die foto neer van Mordechai die met de politie praat. Niet voor de foto, mensen. Het gaat niet om die foto. Het gaat om de vraag die boven de foto staat, mensen. Zullen we het eens over de inhoud gaan hebben, meneer Crispijn? Of hoe heet die? Mordechai. Zullen we het eens over de inhoud gaan hebben? Daar gaat die post over, mensen. Die post gaat niet omdat hij met een platte pet staat te praten. Weet je wel? De tekst sluit er mooi bij aan. Van, hé, jij kan wel, zeg maar, met de politie praten. Maar jij kan niet met de mensen die een kritische noot hebben praten. Dat is vreemd, mensen. Want meneer Crispijn en zijn kornuiten, die kunnen helemaal niet inhoudelijk, zeg maar, gewoon praten. Die kunnen het enkel en alleen over op de man spelen. Ze hebben het niet over de inhoud, mensen. En die mensen moeten gewoon een keer kritische vragen gaan beantwoorden met inhoud. En daar gaat heel mijn post over, mensen, met meneer Crispijn. Dus voor iedereen die zegt dat ik verdeel en heers zei, blijf het vooral roepen. Doe het vooral, weet je. Breng me gewoon kritiek. Ik vind het niet erg, mensen. Er kunnen maar een paar redenen zijn waarom dat ze het gesprek niet aangaan of de inhoud negeren. Inderdaad, dat is zeker waar. En al zouden we gewoon die reden eens een keer krijgen, dan zouden we al een heel stuk zijn. Maar zolang er alleen op de man wordt gespeeld, zolang er niet op de inhoud wordt ingegaan, hou ik gewoon niet op. En mensen, zeg nou eerlijk, als ik gewoon een stukje tekst schrijf, dan leest niemand het. Maar als ik er een foto boven zet van Mordechai die met de politie praat, dan komt er wat los. Komt er wat los, mensen. En dat moeten we hebben. En dan moeten we loskomen, mensen. Snap je? Tjonge, jonge. En dan maar zeggen dat ik moet stoppen en bla, bla, bla. Ik denk... Je mag het aan me vragen of ik wil stoppen, mensen. Je mag het 100.000 keer aan me vragen, mensen. Maar ik, weet je, ik maak deze video om jullie de moeite te besparen. Want ik stop toch niet. Pas als we het over de inhoud hebben gehad. En ze hebben antwoord gegeven op de vragen die er zijn. Het zijn niet mijn vragen, mensen. Want ik ben gewoon een ongeleid emotioneel projectiel die gewoon zijn gevoelens met jullie deelt. Maar er zijn wel degelijk mensen die gewoon feiten hebben, harde vragen. Weet je wel, dus Wanneer krijgen we antwoord? Hoe lang blijf je nog met de politie praten, Mordechai? En niet met mij. Het doet me pijn. Het doet me gewoon pijn, weet je. Als ik iets zeg, dan is mijn tekst niet goed. Dan zit mijn haar niet goed. Dan is mijn pet niet mooi. Jongen. Hè? Wat heeft die politie wat ik niet heb dan? Jongen. Precies, Naomi. Daarom zijn we er ook mee bezig. En daarom houden we de druk gewoon op de ketel. Want we willen antwoorden. We willen niet met een verdeel en heerskaart in het riet worden gestuurd. Want ik ben helemaal niet van het verdeel en heers. Ik ben super erg aan het verbinden met mensen.
waar je helemaal niet makkelijk mee kan verbinden. Omdat die mensen puur zijn. En die hebben het vertrouwen in alles en iedereen verloren. Maar dat zijn wel krachtige mensen. En die gaan we op de achtergrond allemaal samenbrengen, jongen. Want ik hou van verbinden. Maar dan niet op die fake-ass neppe manier. Dat je alleen maar gewoon mag zeggen wat hun vinden, weet je. Ja, je moet verbinden. Maar dan moet je het wel helemaal met ons eens zijn, hoor. En als je dan kritiek hebt. Ja, nee, maar dat is niet verbinden. Kritiek hebben. Nee. Verbinden is met elkaar in elkaars reet kruipen. En daar lekker warm gewoon gaan zitten. Gewoon met z'n allen in elkaars reet. Dat is verbinden. Nou, ik zal je zeggen, mensen. Het gaat er ongelooflijk van stinken als je in elkaars reet zit. Hè? Dus niet doen, mensen. Kom uit elkaars reet. En doe wat nodig is, mensen.